Er was eigenlijk binnen die sleur van negativiteit voor mij maar één hele positieve reden om naar mijn werk te blijven komen. En dat was één persoon. Eén persoon. En ik begon me meteen te beseffen dat het ook niet de beste tijd was om verliefd te worden. Alle winkels waren dicht en de plekken om wat te gaan drinken zaten achter slot en grendel. En daarnaast waren er ook bij de receptie naast de gebruikelijke obstakels de nodige nieuwe obstakels bijgekomen. Yo, Goza. Alles kids. Ik kom een wandje plaatsen. Mag ik er even bij? Dan kan ik boren. 2 gaten en 2 kabels en een scherm voor mijn ogen. Binnen no time, beschermd en verloren. Ineens kon ik niet meer met je praten. De woorden die weer kaatsten terug naar mij. Je lachte nu nog wel, maar je keek al niet meer om. Onbereikbaar, ook al was je zo dichtbij. Het deed me denken aan de etalage. De winkel die was dicht en ik kon alleen nog zwaaien naar de knuffel die ik wilde, naar de beer achter de ruit. Niet kon aaien. Ik kon wijzen, ik kon smeken wat ik wilde. Ik kon gillen grijpen, pakken bonken, graaien. Op slechts een centimeter afstand van mijn allergrootste wens. Die beer die ik kon zien, maar niet kon aaien. Glas.